Als het glad is, ja, kun je sturen wat je wil, maar dan gaat het gewoon fout. Nou, dat was een hele harde klap. Toen ik daar aankwam, zag ik wel een ravage. Ze gaan bij weer en wind op pad. Sterker nog, hoe slechter het weer, hoe drukker bergingsbedrijven het hebben. Ja, dan wordt bij ons als bergingsbedrijf aannemelijk drukker. Zeker wanneer ijzel / sneeuw, dan ga je wel weer verschil merken, zeg maar, in drukte. Kun je uitleggen hoe jullie jezelf voorbereiden op zo'n avondspits, of die drukte? Daar kan je niet op voorbereiden. Dat komt gewoon zoals het komt. Opeens is het chaos. Ja, ineens is het chaos. Onlangs waren de omstandigheden weer dusdanig dat het uiterste werd gevraagd van Danny en zijn medewerkers. Een van de bergers die dienst had en in actie moest komen, was Bart. Het was 18 januari, 's avonds tegen 11. Het was echt heel winters weer. Het ijzelde en het begon te vriezen. Ik was net met de nachtdienst begonnen en mijn collega die kreeg vanaf hier een melding voor een ongeval op de A44 tussen Leiden en Wassenaar. In de auto die tijdens gladheid van de weg raakt, is dat er veel voorkomen? Ja, dat gebeurt wel vaker. Het is voor ons business as usual, maar omdat in dit geval een ongeval met meerdere voertuigen ging en het heel winters en glad was, was het zeker bijzonder. De omstandigheden waren bijzonder en je weet niet wat je aantreft of er gewonden zijn, hoe groot de schade is. Hoe schat jij die situatie in op het moment dat Bart er aankomt qua gevaar? Op dat moment, het is een ijsbaan. Ze hadden het verkeer gewoon stil moeten leggen op dat moment. Rijkswaterstaat in dit geval. Niemand kon toen nog vermoeden dat de situatie op de A44 in korte tijd zou veranderen in een nachtmerrie. Want Rijkswaterstaat werd zelf onbedoeld ook onderdeel van dit verhaal geraakt. Die crash gaf al een beetje aan hoe link het er was. Ja, dat klopt. Rijkswaterstaat die stond mij te beveiligen, dus je moet dan zorgen voor een veilige werkruimte tijdens de berging. En die werd aangereden door een personenauto die de macht over het stuur verloor door de gladheid. Ja, veranderde dat iets voor jou? Wilde je daardoor extra snel daar weg? Of hoe werk je dan verder na zo'n crash vlakbij je? Ja, je schrikt er enorm van, want dat gebeurt bijna nooit. En eigenlijk wil je zo snel mogelijk weg, maar ik was toch al bezig met bergen, dus ik ben doorgegaan met mijn werk. Wat was je precies aan het doen voordat het bij jou misging? Ik was bezig met de lierkabel te pakken onder de vrachtwagen. En toen opeens was jij aan de beurt. Wat weet je nog van dat moment? Nou, het was een hele harde klap. Een bestuurder verliest de macht over het stuur en glijdt recht op Bart af, die op dat moment achter zijn truck bezig is. De meest kwetsbare plek voor een berger. Dat deze chauffeur zijn controle over het stuur mist, dat is duidelijk. Je moet je snelheid natuurlijk altijd aanpassen aan je voorganger. Dat gebeurt in dit geval duidelijk niet. Hij ziet veel te laat dat er een voorganger op de rem trapt. En hij moet in één keer een kamikaze actie uitvoeren. En dat gaat hier dramatisch mis. Op het moment dat ik het filmpje zag, zeg maar, schrok ik eigenlijk wel. Kijk, toen ik daar aankwam, zag ik wel een ravage. Alleen, gelukkig ging met Bart goed. Ik realiseerde me eerst niet echt wat er nou gebeurd was. Ik zag wel een auto die totaal verwrongen was naast me op de weg staan. Waar gelukkig nog iemand uitstapte. En die bleek mij dus aangereden. Die is vol gas in de vrachtwagen gereden. Wonder boven wonder houdt Bart er alleen wat kneuzingen en blauwe plekken aan over. Hij wordt weliswaar geraakt, maar omdat de auto eerst tegen zijn truck botst, absorbeert die de meeste energie. In dit geval, als het glad is, kun je sturen wat je wil, maar dan gaat het gewoon fout. Het is een combi van spoorvorming, overmacht, maar ook rijgedrag. Ja, hier was het. Op het moment zelf had ik niet echt het benul wat er nou precies gebeurd was. Maar omstanders hebben mij bijgepraat en we hebben natuurlijk de filmbeelden gezien. Ja, want hoe is dat voor jou om daarnaar te kijken? Ja, dat is heftig. Dan zie je echt dat het heel close geweest is in tijd en afstand. Het had niet veel gescheeld of je was er gewoon niet meer geweest. Dat had gekund, ja. Het had veel slechter kunnen aflopen. Hij heeft mazzel gehad, hè? Ja, hij heeft echt geluk gehad. Nou, het is duidelijk dat deze Bart een engeltje op zijn schouder heeft gehad. In 20 gevallen per jaar gaat het gigantisch mis. Er worden pijlwagens en absorbers aangereden. Als je ook weet dat de Rijkswaterstaat alles in het werk stelt om het zo veilig mogelijk te laten gebeuren allemaal. Deze wegwerkers, de weginspecteurs, die zijn juist vaker bezig met het wegwerken van ongevallen op de rijbaan. En dat doen ze om ons, de weggebruiker, de automobilist, vrije doorgang te verlenen. Want als er een incident is op de snelweg, moet hij zo snel mogelijk weggaan om dit soort situaties te vermijden. Heb je al naar een engeltje op je schouder gezocht?
Ik denk dat ik er wel eentje heb, ja. Ik hoop niet nog een keer nodig te hebben, maar ik was er dit keer blij mee.